Goedemorgen allemaal. Vandaag wil ik met jullie bergen gaan tekenen. Bergen, wat zijn bergen? Heuvels? Bergen met sneeuw erop? Ja, het zijn verschillende bergen. Laten we eens wat bergen gaan tekenen. Teken je weer mee? Ja, bergen. Hoe teken je nou bergen? Nou, ja, we kunnen natuurlijk gewoon bergen tekenen. Laten we dat eens gewoon doen. Zo. Beetje heuvellandschap, hè? Zo. Nou, ik vind het al een mooie bergen. Echte bergen natuurlijk. Zo. Nou, we hebben best wel een berglandschap zo. Nou, die berg kunnen we natuurlijk ook nog sneeuw tekenen. Zo. Ja, hoe kunnen we dit nou nog meer op een berglandschap laten lijken? Nou, laten we er bijvoorbeeld een weggetje doorheen tekenen. Beginnen we hier met de weg. Hier is hij nog vrij breed. Gaat hier wat smaller zo. Zo, en dan hebben we een weg door het landschap. We kunnen daar wat boompjes bij tekenen zo. Misschien dan nog een blokhut. Zo. Bosjes zo erbij, wat bossage. Ook daar nog een boompje bij. Verschillende boompjes. We kunnen ook gewoon nog wat gras doen zo. Hè? Dat je echt een beetje een landschapidee krijgt. Dus dan misschien een kleine, hele kleine... bomen zo in de verte. Hier misschien ook nog een dorpje in de verte. Een kerkje erbij. Goed. Nou, hier staan natuurlijk op die berghellingen waar sneeuw op ligt, daar staan natuurlijk niet veel bomen meer. Je kan hier natuurlijk nog wel wat bomen zo hebben. Maar over het algemeen. Goed, ik vind dat we zo al best wel een aardig berglandschap hebben. Wat vogels in de lucht. Zo. Nou, we kunnen hier nogal wat wolken ook doen. Misschien wel een wolkje achter de berg. Zo. Zouden we hier nog een suggestie van bergen kunnen doen op de achtergrond? Ja, het wordt al te donker, terwijl juist die bergen in de achtergrond veel lichter zouden moeten zijn. Maar goed, dat krijg je natuurlijk nu met stift, dat dat wat minder... dat je dat wat minder goed ziet zo.
Zou die hier ook nog een weggetje kunnen doen, zo. Met van die... een beetje zo'n slingerweggetje is naar boven. Goed, ik zou zeggen... Ga zelf aan de slag met een berglandschap. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.